Het telecommunicatiebedrijf Suriname heeft gisteren het glasvezelnetwerk voor het district Marowijne gelanceerd. De symbolische handeling daartoe is verricht door het staatshoofd, de dorpskapitein van het Kotika-gebied in Mungo en de telesuurdirecteur. President Chandrika Persat Santokhi gaf aan dat heel vroeger de verschillende stammen met apinti drongs met elkaar communiceerden. Tegenwoordig is de technologie op een ander niveau en een moderne communicatie moet ervoor zorgen dat Suriname tot ontwikkeling komt. Marowijne tot ontwikkeling te brengen, met bijzonder ook Mungo tot ontwikkeling te brengen. De directeur heeft al aangegeven wat de voordelen zijn, maar de voordelen zijn ook groter, ruimer als je ook het hele beleidsplan en de beleidsstrategie van onze regering meeneemt wat we willen. En dat is namelijk dat wij ons digitaal onderwijs, afstandsonderwijs, willen brengen naar het binnenland. Nou, daarvoor heb je data nodig. Daarvoor heb je zulke projecten nodig. Ons glasvezelproject, welke helemaal tot aan de huizen van de mensen de optie gaat bieden voor vele jongeren om te gaan studeren nationaal, maar ook te gaan studeren internationaal op afstand. Ricardo Pinas, hoofdkapitein van Petondo, tevens vertegenwoordiger van het traditioneel gezag, geeft aan dat de lancering van het glasvezelnetwerk een hele belangrijke gebeurtenis is voor zijn gebied. Nou, voor mij een heel groot gebeurtenis. Ten meer daar wij in een gebied wonen, waarbij er een binnenlandse oorlog heeft gewoed. De naweeën zijn nog steeds te voelen. Maar met zulke projecten dan zien we een hoopvolle toekomst tegemoet. Voor telesuurdirecteur Mike Antonius is dit moment een heel bijzondere. Met de kick-off van het FTTH-3-project in Ikeri en nu in Mungo geeft het telecombedrijf een belangrijk signaal aan de ontwikkeling van Suriname. En we doen dat om met name te benadrukken dat dit project in principe van oost tot west en tot in delen zuid en zuiderdelen, dat we daar actief bezig zullen zijn met fiber to the home aansluitingen. Fase 1 en fase 2 hebben we gehad, opgeleverd in 2019. En daar was de focus Paramaribo en Wanica. En nu is de focus de overige districten. Qua spreiding van de bevolking zit het oostelijk deel van Suriname anders in elkaar dan het westelijk deel. De telecomdirecteur kan daarom niet met zekerheid aangeven wanneer de werkzaamheden worden afgerond. Hij benadrukt wel dat zowel Nikeri als Marowijne binnen een jaar moeten zijn afgerond.